In speelplaats De Arend werd een doedag georganiseerd. Het is een zomerse dinsdagmiddag en ik sta hier naast Marlou. En wat gebeurt hier en waar zijn we precies? We zijn op dit moment in de Arend, in het binnenterrein van de Arend. De Arend is dit buurthuis. En we zijn het hier gezellig aan het maken. Creatief beheer, daar werk ik voor, is hier gevraagd om het beheer over te pakken. En wij zijn dus aangewezen om de tuin op te knappen en leuke activiteiten te organiseren en de bewoners erbij te betrekken en de kinderen, zodat ze wat van de plantjes leren, van alles eigenlijk. Creatief weer neemt de hele deze plek over en gaat het hem opnieuw verzorgen en ook kinderen ook bijhouden die hier bloedneuzen vallen en zo. We nemen niet de hele plek over, nee hoor. We zorgen voor de tuin en we ondersteunen SWF die hier al zit en die helpen ons ook een handje. En vandaag is het speciale doedag, geloof ik? Ja, vandaag is het doedag. Wat betekent? Dat betekent dat we eens gaan kijken wie er daarin geïnteresseerd is. En wat mensen in de buurt uitnodigen om ze te prikkelen. En kijken of ze er ook enthousiast van worden om in de tuin bezig te zijn. Is dat gelukt? Nou, redelijk. Ja, er zijn de meeste vrouwen ken ik al. Maar, of niet persoonlijk, maar die zie ik hier. We zijn hier elke dinsdag. En dan komen de meeste vrouwen, die komen dan ook elke dinsdag. Dus dan leer je elkaar ook een beetje kennen. Ja, en de mannen van die vrouwen komen die ook helpen om... Waar zijn die? Nee, die zie ik niet. Nee. Nee, misschien moeten we daar nog even een andere activiteit voor bedenken. Ja, het zijn toch ook hun kinderen die hier spelen? Daarom. Ik denk dat ze aan het werk zijn. Als je hier kijkt, dan zijn we daar kweekbakjes aan het maken. Iedereen mag hier een kweekbakje komen maken en daar zit Oost-Indische kers in. En over 2 weken is het al een heel klein plantje en dan gaan we die hier in de grond stoppen. En als ik het goed uit mijn hoofd weet, dan kan je Oost-Indische kers, de bloemen daarvan, eten. Ja, dat klopt. Ja, ik krijg zo hop. Hey, dankjewel, we gaan even rondkijken. Ja, dat moet je doen. Het is, we hebben die achterste border hebben we al helemaal, nou niet helemaal, maar vooral daarachter flink aangepakt. Met Marianne, dat is onze plantenvrouw. Die heeft heel veel kennis, die loopt hier ook ergens rond. En dus dat ziet er nu heel mooi uit. Hierachter is een vlindertuintje. En hier is de nazomerborder, dus dat bloeit nu nog niet. Dat komt nog. Dat is leuk voor daarna. En het ontwerp is gemaakt door Buitenkans, dus niet door Creatief Beheer. Door? Buitenkans. Buitenkans. Dat is een bureau. Ja, het ontwerp, er hangt daar een bord. Daarboven staat Binnenterrein De Arend. En daar staat het oorspronkelijke ontwerp op. En dat zijn we aan het afmaken. MUZIEK